De pers die had er vandaag een vraaggesprek met Patricia Etnel, parlementariër. En Etnel die ging erin op zaken welke nu van belang zijn, zeer actueel zijn in die samenleving. En dat is dan de koersontwikkeling en de hoge benzineprijzen, welke killing zijn voor die totale samenleving. Want de hoge wisselkoers en de benzineprijzen die hebben gelijk effect op de prijzen in de winkels. En het volk kan niet langer het hoofd boven water houden. Etnel die ging er als volgt in op deze zaken. Als we kijken wat er precies aan de hand is, dan zouden we kort moeten gaan naar het verleden om het te begrijpen. We weten dat we de wet op staatsschuld hebben. En de wet op staatsschuld is in 2002 gemaakt. Enkel en alleen om die SRD sterker te houden. Omdat... Hou even aan. Ja, dat is een beetje druk. Geld, geld. Mag ik terug? Ja. Oké. Dus om te begrijpen wat er precies aan de hand is, moeten we even teruggaan. En we weten, we hebben de wet op staatsschuld. De wet op staatsschuld was gemaakt enkel en alleen om die SRD sterk te houden. En we weten, voor 2010 was het obligoplafond 60%. Dat is na 2010 gewijzigd en gebracht naar 95%. En in 2020 is het verder opgekrikt naar iets van 100 zoveel procent, als ik me niet vergis. Daarmee is aangegeven, als je je kredietplafond zo hoog brengt voor je SRD en je hebt geen productie en je hebt geen verdiencapaciteit, dat wil zeggen dat je problemen creëert voor het land. Het is 1, 2. We kregen verder ook nog dat de subsidies moesten worden losgelaten. De president heeft aangekondigd dat hij gaat richting een marktconforme prijs voor de benzine. Dat wil zeggen, je creëert een stukje instabiliteit voor het land als jij weer je verdiencapaciteit niet vergroot. Dus al met al, wanneer we kijken naar de hele Surinaamse economie en de sociaal-maatschappelijke situatie, dan is er een disbalans gecreëerd met betrekking tot de kracht van onze SRD. Want het gaat niet om de euro of de US dollar, want die is krachtig in hun land en daar maken we geen beleid voor. Wij moeten beleid maken voor die SRD. En er is heel veel SRD in de omloop en er wordt weinig beleid gemaakt als zodanig om die SRD's terug te halen. We weten wel dat kort na 2020 werd er getracht om dat te doen. Dan kon je bij de bank maar 1000 SRD halen. Mensen konden bijvoorbeeld maar 2000 tot 5000 opnemen. Enkel en alleen om die SRD niet zoveel in omloop te brengen. Maar daarmee is het land niet gered geworden. En vandaag zitten we met de voldongen feiten dat de benzineprijs marktconform is gemaakt. Er de verdiencapaciteit van ons land niet vergroot is. We zijn een importland. En er is geen kracht vanuit de centrale bank om zaken te beheersen. Wat zie je dan? Een hele chaotische situatie. En het snakken naar rust en stabiliteit is iets dat nu zo vereist is, maar niet kan komen door deze regering, omdat ze zich focussen op heel andere zaken die niet te maken hebben met de richting van ons land. Denkt u dat met de maatregelen die nu worden aangekondigd in het parlement, dat er een stukje rust komt nu? Ik denk dat er brandjes geblust zullen worden, maar die Biggie Faya gaat niet geblust kunnen worden, omdat, ik zeg het nogmaals, en ik denk dat we het allemaal moeten beamen. Je gaat geen enkele SRD sterk maken als je verdiencapaciteit laag is. Als je uitgavenpatroon nog steeds hoog is. Het gaat niet kunnen. Je lonen en salarissen bij de overheid blijven toenemen. Toch? Je blijft meer uitgeven voor onderhoud van auto's. Je blijft meer uitgeven voor andere zaken die niet te maken hebben met het vergroten van onze verdiencapaciteit. Als we dat niet doen. En is het niet alleen maar iets voor deze regering, maar ook voor de toekomstige leiders die komen. Als we niet gaan werken aan de productie, gaan we steeds blijven draaien in die cirkel van hoe gaan we onze SRD sterker maken. Want we kunnen niet blijven leunen aan de natuurlijke hulpbronnen. Want we hebben gezien wat de natuurlijke hulpbronnen hebben gebracht. Heeft bauxiet ons iets gebracht na bijkans 100 jaar? Het antwoord is daar. We zitten met goud, we kunnen nog steeds niet weten waar we met de kleinschalige goudsector gaan. Toch? Er wordt gesproken over een ordening van de houtsector. De houtboeren zeggen ook van ja, je pest me
En ik kon een beoordeling van goudsector. Daar ben je nog steeds aan het rammelen en kijken waar je naartoe moet gaan. Waarom doe je dat? Breng beide sectoren tot ontwikkeling. Breng beide sectoren tot ordening. Maar vertel ook aan het volk. Wat ga je doen met die verdiencapaciteit? Maar wat ga je ook doen om die sectoren te verduurzamen? Zodat ze blijven bestaan. Dus ik kijk naar deze regering en met name naar de leiders. En dan vraag je jezelf af, is dit de richting waar we naartoe moeten gaan? Nee, het had veel beter gekund. En ja, hebben ze de kansen gehad? Ze hebben ze gehad. Hebben ze ze benut? Als je mij vraagt, is het eerste waarmee men begon toen men de regering begon te bespreken, is vrienden en familie benoemen. Dat was het. En iedereen had daar kritiek over, terwijl dat het niet had moeten zijn. Waar waren je plannen? Je concrete plannen om die productie te vergroten. En dan is het niet groot, maar kleinschalig moet je beginnen. En dat is iets wat we tot nu toe en tot vandaag missen. Waar gaan we op moeten letten richting de verkiezingen 2025? Dat we eindelijk afrekenen met vriendjespolitiek en alles dat die economie naar beneden haalt. Ten eerste zou ik de samenleving zeggen, let goed op deze leiders die er nu zijn. En ik zet mezelf ook op een weegschaal. Toen kwam ook aan mevrouw Etnel, wil je haar weer hebben, weet je. En allemaal die er nu zijn. Omdat het belangrijkste is, we moeten echt leiders hebben die het menen met het volk. Niet komen met mooie verhalen en uiteindelijk zie je die verhalen wegdansen. Dan zie je de werkelijke verhalen van ze naar boven komen. Toch, leiders die prediken dat ze dingen gaan doen binnen een aantal dagen. Maar niet weten zelf van, het is alleen maar een sprookje, want het is niet waar. Je leeft met de realiteit. En wanneer we kijken naar de realiteit van Suriname vandaag, dan hebben we één probleem. Onze verdiencapaciteit moet vergroot worden. Dat is het grootste probleem dat Suriname heeft. Laat het duidelijk zijn, Suriname heeft genoeg geld. We kunnen genoeg geld verdienen. Maar we moeten heilige huisjes breken. Mensen die denken van, ik kan teren en rijk worden op het arm volk. Moeten we daar niet kappen? Het kan niet. En als je boos op me wil worden, dan maar af wat ik toch beter heb. Maar die man die, maar die wordt een boer. En dat is wat we nu moeten doen. En om elkaar boter voedsel aan te boren, Weet je, we moeten ervoor zorgen dat we de zaken op orde stellen en het land Suriname redden. Want dat is wat we nodig hebben. En die Surinamers, die hebben het nodig. Echt, ze hebben een beter Suriname nodig en betere leiders. Mevrouw Etnel, we merken dat vandaag vele collega-parlementariërs van u de vraag hebben gesteld, mede gelet op de vlucht welke de benzineprijs nu heeft genomen. Wie bepaalt de benzineprijs in het land? Heeft u zelf antwoord daarop? Dus als we de president moeten geloven, is het marktconform. En marktconform is, dat betekent er is een marktwerking die werkt en die bepaalt. Er is eigenlijk geen duidelijk systeem dat het ergens geleid wordt. Het is losgelaten en het wordt bepaald. Maar de vraag die we ons moeten stellen is, wanneer we internationaal kijken, dus ergens zou er een stockmarkt moeten zijn, toch? Een stok van luister, daar ga je en dan zie je van hoe die dingen gaan en dat bepaalt de prijs. Zo wordt dan de prijs bepaald, want als die prijs daalt, dan zou die prijs in Suriname ook moeten dalen. Want er is een of ander stok. Maar ik weet niet, als we een stockmarkt hebben die we niet zien, want zoals dat meneer een stockmarkt. Minus heb ik kan dit nou wat toverstok, dan mij ik dat in mijn tover aan benzineprijs, hocus pocus pilatus pas. Ik hoop dat er morgen een andere prijs was, want dat gevoel krijg ik. Toch, er zijn ergens tovenaars die gewoon toveren dat de prijs vandaag dat is. En wie rijdt eronder? Het arm volk. Want als je mij vraagt, zou er ergens een leiding moeten zijn hoe de prijs wordt bepaald en je zou dat moeten doen naar aanleiding van een stockmarket. Je zou moeten kijken waar de waarde is, hoe het staat en hoe dan die prijs van de benzine gaat stijgen. Want dat is eigenlijk waar we nu naartoe zijn gegaan. Wanneer we praten over marktconform. Maar ik zie geen beweging van de regering om eigenlijk de pomphouders daar naartoe te brengen. Want je moet je ergens aanmelden zodat je zegt van oké, zo stijgt die benzineprijs. Dus zo zal het ook in Suriname moeten stijgen. Maar eenmaal de regering praat over marktconforme prijzen, we weten, alles draait om benzineprijzen in Suriname. Zelfs het kleinste product dat je koopt wordt daardoor bepaald. Dus wanneer je zegt marktconform, dan moeten de lonen ook al zodanig worden aangepast. Dan wil ik niet eens praten over loonsverhoging. Maar eerlijk waar,
met 6.000, 7.000, 8.000, zelfs met 9.000 SRD vandaag aan de dag. Wat doe je met dat geld? Echt 10 keer niks. En dat is niet te wijten aan de Surinamer die hard werkt. Dat is te wijten aan de keuzes die gemaakt zijn door de beleidsmakers. Dus zij moeten ervoor zorgen dat ze een oplossing brengen wat in mijn perceptie niet wordt gebracht. Want ja, je moet niet aan de lonen komen, want dan creëer je meer geld in omloop. Maar oké, goed, dan moet je niet zomaar marktconform gaan. Want nu kill je die hele samenleving. Je kilt iedereen. Mensen komen niet meer uit. Iedereen frustreert. Jullie hebben de regering vaker erop gewezen, mevrouw Etnel, dat er een leiderschapscrisis is. Merkt u dat men daar gehoor aan heeft gegeven en hun manier van het leiden van het land daar verandering in heeft gebracht? Dus als ik kijk naar de twee leiders die er zijn, de ene vertelt steeds, minosap niks. Mie, na if me go in regeringsvergadering, dat abesluit tikkie, en dan mag go. Dat ik ga naar regeringsniveau, dat besluiten tekenen. Dus ik kan dat niet begrijpen. Want wanneer ik de grondwet volg, is er één hoogste uitvoerend orgaan en besluitvormend orgaan. Dat is de Raad van Ministers. Daarboven ken ik geen enkel ander orgaan. Dus als er een ander orgaan is, dan is het buiten ons gezichtveld om. En het is niet in de grondwet. Dat is één. Twee, als je de bemening bent toegedaan, want wanneer nummer twee nummer één is, hij zegt dat je zegt waarnemend president. En hij benadrukt dat ik ben waarnemend president. En als je dat bent en je voelt je ook zo, dan moet je de verantwoordelijkheden die met die functie komen ook helpen dragen. Je bent vicepresident. Je moet die verantwoordelijkheden helpen dragen. En dat is mijn probleem. Je kan niet steeds zeggen ja naar president te gaan besluiten. Minima tak niks. Dat dien je portefeuille in als vicepresident. Ja toch, we moeten eens eerlijk zijn. We kunnen niet zo doorgaan. Toch, als een besluit nog boom, kunnen we aanpakken. Toch, we praten steeds over wat er opgelost moet worden. Maar we zien niets. Wat zien we? Mensen worden steeds weer in dienst genomen. Besluiten worden genomen van ja, we moeten dat en dat doen. Enkel en alleen voor zit unus makong. Toch, er is zo'n verkiezingscampagne race. Die ik ga drapen, ik tak om en moro. Het is niet goed. Maar die samenleving gaat door in die pina. Want dat gebeurt er, die samenleving leidt eronder. Dus wanneer u me vraagt over het leiderschapsprobleem van Suriname, dan zeg ik, we hebben een groot leiderschapsprobleem, ja. En dat heeft het te maken met besluiten die daadkrachtig genomen moeten worden. Dat heeft het te maken met zaken die het volk regarderen en waar we voor moeten kiezen. Daar heeft het mee te maken. En nou ja, het doet me pijn wanneer je ziet dat leiders zoveel praten over en dan meen ik de regering. Ja, we gaan dit doen en we gaan dat doen. En dat komt goed. Uiteindelijk komt niets goed. Die samenleving blijft eronder lijden. En ja, dat moeten we blijven praten. Want dit kan niet zo doorgaan.